Goedemorgen iedereen, het is vandaag woensdag en vandaag heb ik een leuk dagje op de planning. Ik ga zo meteen naar Tara toe, want ja, volgens mij hebben we dat trouwens nog niet eerder genoemd. Tara is inmiddels, ja, die woont hier niet meer. Ja, nou, ik moet zeggen dat het voor mij nog best wel meevalt. Het is niet zo van dat ik me in één keer de lonely little sister voel en heel erg eenzaam. Want als jullie misschien, ja, als je vlogmas hebt gevolgd, dan heb je ook wel gezien dat we eigenlijk niet altijd samen zijn. Ik vraag me af of jullie dat eigenlijk dachten. Dus dat scheelt voor mij op zich wel. Het is niet dat ik in één keer helemaal in mijn eentje achterblijf. En ik heb natuurlijk ook gewoon mijn ouders en lieve Shabby die hier thuis zijn. Even kijken hoor, haar kamer is hier. Ja, nee, dat is niet meer Tara's kamer helaas, dus ik kan hem eentje allemaal lawaai maken hier. Maar goed, zoals je kan zien, ik ben nog helemaal niet klaar voor de dag. Ik ben echt net uit mijn bed gerold, terwijl ik echt de wekker al heel lang geleden had gezet. Maar zoals je misschien ook wel kan horen, ik ben echt mega verkouden. Ik voelde het al wel aankomen, maar het heeft nu echt compleet ingekikt. Alles is verstopt. Zo voel ik me ook. Maar ik hoop dat we er gewoon alsnog een goede dag van kunnen maken. Dus ik ga nu even lekker onder de douche springen. Want ik heb het koud. Ik sta echt te rillen naast mijn bed. En het liefst ga ik weer terug erin. Zo, ik ben inmiddels half aangekleed. Maar ik heb nog steeds niet echt helemaal de kracht om alvast mijn make-up op te doen. Want ik heb echt super honger. Dus we gaan lekker even naar beneden. Ik heb net even contact gehad met Tara. Wow, het ligt hier heel geel. En zij is ook al wakker. Ik ga straks gewoon naar haar toe. Dat weet ze. Maar dat hoef ik jullie op zich niet te vertellen. Dus ik ga nu naar beneden. Kijken hoe het met Shepje is. Hij ligt weer op zijn stoeltje. Hallo. Ja, hallo meneer. Daar is hij weer. En omdat ik me dus niet zo heel 100% voel. Oh, mama wilt niet in beeld. Ha. Ga ik even kijken of ik een lekker stevig ontbijtje kan maken. Ik zat te denken aan wat ei met spek. Want ik heb ook echt super honger. Dus even kijken wat ik kan gaan maken. Mijn ontbijtje is klaar. Dit is echt de meest crispy bacon die er bestaat. Met twee eitjes. Lekker. En een kopje thee uiteraard. Nou, zoals je kan zien heb ik inmiddels mijn make-up gedaan. Ik heb ook nog eventjes dit vestje toegevoegd. Ik heb een ketting omgedaan. En mijn horloge. Horloge is van Michael Kors. Ketting is van Club Manhattan. Dit vestje is van Lovies. Daar heb ik een hele video omheen gedaan. Hoe ik deze op vier verschillende manieren stijl. Zal ik ook eventjes hier in beeld linken. En ja, make-up is vrij simpel. Ik heb ook nog een lipstick mee. Dus kan ik een rode lipstick op doen. Vandaag gaan we namelijk naar een evenement in Amsterdam. En denk me wel leuk om daar even een lipstick voor op te doen. Want ja, ik ben echt heel erg wit de laatste tijd. Maar ik ga nu eerst naar Tara toe. We hebben namelijk een Skype call over een uur. Dus daar moeten we dan klaar voor zitten. Ik ben aangekomen bij Tara in haar huisje. Hallo. Hallo. En ik wilde trouwens nog eventjes zeggen dat ik vandaag in mijn hoofd heel druk ben. Maar mijn lichaam wil niet helemaal meewerken. Dus het kan heel goed zijn dat ik weer onwijs veel woorden dubbel heb gezegd. Of veel te vaak zeg. Dus ik wil eventjes zeggen, jongens, jullie hoeven mij niet weer te een comment achter te laten dat ik bepaalde woorden zo vaak zeg. En vooral in deze video niet, want ik ben echt helemaal... Ja, niet helemaal lekker daar. Maar maakt niet uit. Ik ben in ieder geval aangekomen bij Tara. Dat is fijn. Het is buiten echt super koud. Ik heb gelukkig mijn handschoenen aan Tara kunnen geven. Want ik zat achter op de fiets bij haar. Ik heb gelukkig wel lekker een goede jas aan. Maar goed, ik heb verder even niet heel veel meer te vertellen. Tara, heb jij nog iets? Nee, hè? Nee, nog niet. We gaan lekker even een kopje thee drinken. Skype callersje doen. En dan gaan we zo meteen weer verder op pad. Larissa heeft... Rechtop zitten is een goed voornemen van mij dit jaar. Larissa heeft plaatsgenomen aan de tafel die inmiddels af... Nou, trouwens, hij is nog niet helemaal af. Dus ook de do-it-yourself video kan nog niet afgemaakt worden. Maar dit is een beetje het resultaat. En er komt hier nog een plaatje omheen. En Larissa heeft eraan plaatsgenomen. Ik heb nog geen stoelen, dus we hebben de poef neergezet. Ik heb een lekker kopje thee gekregen met honing van Tara. Dus ben ik heel erg blij mee. Lekker. En je zit hier op mijn marble onderzetter van Sostrana Crena. En Austin. En hier is de laptop. Gezellig. Dat ging echt maar net. Ik zit nu met Tara op de fiets. We gaan eventjes langs een winkeltje in de stad. Om even dus de armband om te wisselen, wat ik al had verteld. En daarna gaan we heel snel door naar Amsterdam. Want we hebben een beetje haast. Het is allemaal wat krapper gelopen. Ik zit echt niet uit. Sorry jongens. Maar ja, het is gewoon weer een typisch snelle dag in het leven van... Hij kan niet remmen. Oh. Ja. Nee, dan lopen we gewoon verder, toch?
Gewoon, dit is echt de loopzone. Nou, we zijn de helft van de fiets afgedonderd. Maar verder wat vond ik hem helemaal goed. En Tara heeft natuurlijk wel gewoon helemaal mij achterop. Dus ik vind het helemaal mooi van je, Tara. Ik ben echt kapot. Nou, we zijn inmiddels aangekomen op Utrecht Centraal. En Tara en ik hadden nog een beetje trek. Dus we zijn weer naar Enoki gegaan. Dat hadden jullie laatst ook al in mijn vorige vlog kunnen zien. En we hebben nu allebei gekozen voor deze. Tom Kakai. Yes, yummy. Kakai. Heel lekker. En dan gaan we zo... Een beetje vroeg. Ja. Sorry. Ja. Er is er niks aan aangekomen in Amsterdam, zoals je kan zien. En we zijn nu onderweg naar een event van John Frieda. Of een borrel. Dus het zal heel erg gezellig worden. En we lopen nu buiten en het is echt super koud. Het is volgens mij kouder dan in Utrecht. Misschien wel een paar graden of zo voelt het in ieder geval. Maar ik ben stevig ingepakt. Maar zelfs dan is het nog steeds heel erg koud. Ik kijk maar. Oh no no. Kijk. Hallo. We zijn nu op het event van John Frieda. We hebben net een mooie uitleg gehad over nieuwe producten die eraan komen. En ook alvast een preview van hoe de verpakkingen eruit gaan zien. Want die hebben een nieuwe look gekregen. We kwamen net ook toevallig Sharon tegen voordat we naar binnen gingen. Dus die zullen we straks ook wel even laten zien. We zitten samen met Madon nu in de stylistenstoel ons laten haren doen. En dat gaan wij denk ik straks ook doen. Manon. Hallo. En daar zit Sharon. Wat gaan jullie doen met het haar? Messy waves. En jij? Ik ook. Heel nice. Ik heb plaatsgenomen op de stoel en mijn haren worden nu lekker geborsteld. Ik had het een heel erg lekker gevoel. En naast mij zit Larissa. En die gaat ook haar haartje laten doen. Wat ga jij met je haar doen? Vlecht. Ga je een vlecht doen? Ja. Ik ga voor volume en een beetje wat meer krullen. Ik had er al wat krullen in zitten, maar die gaan ze er beter in zetten. Een beetje polijsten met serum. En zodat het een beetje glanst en weer goed uitziet. Dus, ben benieuwd. Eén vlecht? Twee vlechten. Ik heb gewoon centen vlechten. Larissa krijgt vier vlechten op haar achterhoofd. Dit is nummer 3. Dat wordt de vierde. En daarna wordt er één grote vlecht van gemaakt. En het is een vissengraat vlecht, dus dat is heel veel werk, of niet? Ja, dat is ook leuk. Leuk, maar nu. Larissa, wat heb je nou weer voor opdracht gegeven? Ja, sorry. Oh, super mooi licht is dit. Hier staat om zijn video's nu te opnemen. Ziet het er goed uit? Mm-hmm. Ik ben wat aan het doen. We zijn nu foto's aan het maken, ondertussen. En we moeten doen dat ze van het vloggen zijn. Maar dat zijn we stiekem ook echt aan het doen. Heb je een goede grap? Ja. Ja, zo doen we dat dus, behind the scenes. Dus doen alsof we heel grappig zijn. Not really. Dat is sowieso... Fotograaf. Tuurlijk is het cute. En de lamp. Hey, ik krijg een beetje zoiets. Oh ja. Hey, vet. Dat is wel leuk, hè? Gaan we nog een keer? Oh, superleuk. Even met je kletsen. Oh mijn god, gaat dit allemaal in de vlog? Ja. We doen het niet goed, dus we moeten het voor een derde keer opnieuw doen. We gaan allemaal weer naar huis. Dus we willen eventjes een groepsgedachte zeggen. Squadgoals! Yay! Doei! Ik heb echt Instagram. Ik heb een shite die latte besteld. Ik ook. Ja, tuurlijk. Oh, gaat ze de... Ik kreeg het verhaal dat witte chocolademelk met kokosmelk heel erg lekker zou kunnen zijn. Dus die gaat ze straks maken, kleine samples en dan proeven. Ik heb er heel veel zin in, want volgens mij is het echt heel erg lekker. Witte chocolademelk met kokos. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Alles lekker. Lekker, ja. Heel zoet, ja. Ja. Echt heel kokos ook. We zijn weer terug in Utrecht en ik blijf eventjes hier. En zij gaat naar huis. Ja. Dus doei en tot de volgende keer. Ik ga je wel filmen als je wegloopt. Als het dramatisch met noem maar dramatisch. Slow motion en een dramatisch. Ja. Jep, wat ga je doen? Ga je weg? Ik wil samen met jou de vlog doen. Oh.
Kijk dat lieve koppie. Nou, zoals jullie kunnen zien ben ik weer thuis. Ik besefte me halfwege in Utrecht dat ik eigenlijk helemaal niet had gevlogd toen ik met vriendinnetjes daar was. Maar we hebben gewoon lekker gekletst. We zijn op Utrecht Centraal gewoon gebleven. We hebben lekker drankjes gedaan. En nu ben ik weer thuis. Ik heb nog een tijdje even achter de computer gezeten. Even een blogartikel getikt. En het is alweer wat later nu. Ik heb net even een lekker kopje thee gezet. Dus die ga ik mee naar boven nemen. En dan ga ik gewoon zo meteen een heerlijk mijn bed induiken. Morgen ben ik weer van plan om ergens in de ochtend naar Tara toe te gaan. En dan gaan we gewoon ook weer samen aan onze blog zitten. Misschien ook nog wat extra video opnemen alvast. Want aankomende zondagavond, dus dat is over een paar dagen wanneer je dit ziet, ga ik samen met mijn vader naar Dubai. En ik heb er echt super veel zin in. We zijn bijna een week weg. Dus dat betekent dat ik dus de komende tijd moet gaan voorwerken voor de blog. En natuurlijk ook even kijken of we een video samen kunnen opnemen die weer woensdag online komt natuurlijk van ons samen. Ik ga waarschijnlijk deze camera meenemen die jullie nu zien. Want ik wil natuurlijk ook wel het hele Dubai avontuur gaan vastleggen en dergelijke. Dus ik moet nog eventjes kijken hoe en wat ik het ga doen. Maar ik ga sowieso één dag vloggen denk ik. Maar we hebben het reisje dus samen met mijn vader. En we hebben er echt heel veel zin in. Ik ook vooral een lekkere warmte. Ik kijk er gewoon super erg naar uit. Ik vind het echt een heerlijke start van 2016 in ieder geval. En super bedankt trouwens voor de leuke reacties die we op onze vorige video hebben gehad. Onze recap van 2015. En mocht je die nog niet gezien hebben, dan zal ik hem ook eventjes hier ergens in beeld linken. En ja, mam, wil je ook welterusten zeggen? Ja hoor. Welterusten. Nou, wat spontaan. En waar is Shibby nu? Hallo. Oh, moet je mijn wallen zien nu? We hebben allebei best wel rode ogen. Dag. Shibby, ga je lekker zwaaien? Of doe jij je poot op de lens? Ja, dat is leuk. Nou, we willen jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ja, dan zien we jullie snel weer in de volgende. Doei. Oh, Shibby moest me aanraken. Oh ja, als jullie trouwens tips hebben voor tegengaan van rode ogen. Ik weet niet of je iets kunnen zien. Ja, wow. Ze zijn echt weer intens. Echt heel erg rood. Mocht je tips hebben, laat me alsjeblieft eventjes weten. Ik heb er nu inmiddels alweer 3 weken last van, zoals jullie vast wel hebben gezien. En ik dacht dat het over zou gaan. Maar dat is helaas dus nog niet het geval. Ik ga nu ophouden. Ik heb Shabby echt inmiddels helemaal lekker neergelegd hier tussen. Ik denk dat hij het ook tijd vindt om te gaan slapen. Dus dat ga ik ook maar eventjes doen. Dus bedankt voor het kijken weer. Doei!